Het was moeilijk hanteerbaar op land en zowel in de zee. Dat te zwaar was. Kan ik geen foto's zien, denk ik? Ik heb me echt
Ja, maar wat? Peter Wege, dat moest de slachtoffer spelen. Moet ik er niet op? Gewoon irradie, je moet er niet. Dat gevoel niet. Canadese leger bij de bevrijding van ja, de Vlaamse kust en een groot stuk van West-Vlaanderen. Aangedreven door twee Cadillac V8 motoren. De eerste versies van de Stuart tank waren uitgerust met een stermotor, een vliegtuigmotor, maar dit type hier heeft twee Cadillac V8 motoren, gekoppeld op één aandrijfas. Met die daarachter de opvolger van de Stuart tank, de Chaffee N24, heel lang in gebruik geweest bij het Belgische leger ook na de oorlog, eveneens voorzien van twee Cadillac V8 motoren en een 75 mm kanon. Het splunderen van de kleine Stuart tank is eigenlijk omdat die niet voluit was. Kanon, ofwel een veldkanon, aangedreven door een zescilinder benzinemotor alweer. Geen diesel in die tijd, of toch heel weinig. De makelij van deze high-speed tractor is Alice Chalmers, onbekend van de landbouwtractoren. Dat is wel lekker, maar misschien moet je maar toch niet afgroeien en rupsvoertuig steekt.
De chauffeur heeft eigenlijk twee stokken. En wanneer hij een van deze stokken, sticks, achteruit trekt, dan remt hij de linker of de rechter rups. En daardoor gaat het voertuig draaien of wordt het voertuig gestuurd. Tractor, en daar kon de bemanning van het ballon in zitten. Die hadden ruim plaats om te zitten en achteraan is dan eigenlijk de munitievoorraad. Vergelijken met de N3A1. Een Willys Jeep, in dit geval gemaakt door Ford, die ook een Willys Jeep in licentie maakte met markeringen van de Belgische Brigade Tirol, vandaar de Belgische vlag. De markeringen vooraan op de cabine, je ziet de rode W, die duidt de 53ste Welsh Division aan en de 57 duidt op een infanterie-eenheid. Aangedreven door een 6-cylinder benzine Bedford motor. Een iconische, een Ford GPW uit 1945. De bestuurder heeft deze Jeep tot in detail eigenlijk een beetje academisch gerestaureerd, ingevoerd uit Californië in 2010 periode. Aangedreven door een 3.8 benzinemotor, 6 cilinder. Zeer bekend in de streek, Brecht Dujardin op een Harley Davidson model 42 WLA die periode. Aangedreven door een 3.8 benzinemotor, 6 cilinder. Zeer bekend in de streek, Brecht Dujardin, op een Harley Davidson, model 42 WLA. Ook al we wachten op misschien nog andere voertuigen. Kijken op het plein.
eerste een Amerikaanse makelij, 105 mm howitzer, en er iets verder een blitzmaatje, 900 kanon. Een standaard kanon van de verschillende artillerie-eenheden. Je ziet ook dat de mensen bij het Britse kanon de uniformen dragen en de uitleg bij hebben van de Belgische brigade Piron. De Belgen die meevochten met een oude jeugd in 1944-45 waren ook uitgerust met dit soort kanonnen. Wat mag nu? En ik denk dat Tom terug wil gaan varen. Nee, dat zit nu weer onder. Maar dat is een but van de zus. Voor degenen die de wandelescapades van Arnoud Hoben volgen, een tweetal jaar geleden is Tom een beeld geweest met zijn amfibievoertuig in die aflevering. Ik heb het ook wel gedaan. En dat het leven met een oldtimer niet altijd over rozen gaat, zie je in de verte. Rozen raad is wel goed, dames en heren, ik denk dat we de parade hier kunnen beëindigen. Profiteer ervan, loop rond, bekijk de voertuigen, maak foto's, neem, spreek met de eigenaar. Let wel op als voertuigen zich in beweging zetten, want zoals gezegd, chauffeurs en rotsvoertuigen hebben bijna geen zicht. Dus pas toch op rond de voertuigen.